Ik ben Dirk Heijlen van het Indoor Duikcentrum Todi en samen met mijn collega Wouter Schoovaerts doen wij de uitbating van het Indoor Duikcentrum. Wij hebben gekozen om samen te werken met de VDAB, enerzijds omdat ik daar zelf 2 jaar gewerkt heb en dat ik een beetje het aanbod kende van de VDAB en anderzijds omdat zij hier in de regio een kantoor hadden wat ertoe bijdraagde dat zij hier wel de markt en de mensen kenden om een stukje tegemoet te komen aan de noden die wij hadden op dat ogenblik. Wij waren op zoek naar verschillende functies. Dat gaat van redders over onthaalpersoneel tot horecapersoneel en poetsmedewerkers. En wij zijn opengegaan op 28 oktober 2016. En de mensen zijn in dienst getreden allemaal op 24 oktober. Dus wij zijn gestart van 0 mensen naar 40 mensen op 1 dag. Dus dat is echt wel een huzarenstukje. Wij hebben contact opgenomen met de mensen van VDAB, omdat ik wist vanuit mijn beroepsverleden dat zij inderdaad ook begeleiding doen en ondersteuning geven aan bedrijven in hun zoektocht naar goed personeel. Dan hebben de mensen van de VDAB dat in hun systeem gegoten, wat ons heel wat tijd bespaard heeft. Dus de mensen van de VDAB, en dat hadden we afgesproken, die hebben een eerste screening gedaan, waarbij dat zij gezegd hebben van voilà, dat zijn de mensen die wel in aanmerking komen voor verder overleg. En dat zijn de mensen waarvan dat zij dachten in eerste instantie, die niet in aanmerking komen. We hebben 2 mensen in dienst die via een individuele beroepsopleiding gestart zijn. Een eerste is onze duikinstructeur en een tweede persoon is onze visverzorger, Wesley Nouwen. Dat is een apart verhaal, want Wesley die heeft een ontwikkelingsachterstand opgelopen tijdens zijn puberteit. En hij heeft als, bij wijze van therapie een visje gekregen van een van zijn therapeuten. En op dat ogenblik is eigenlijk zijn passie voor vissen ontstaan. En hij heeft heel veel met vissen bezig geweest. En op het ogenblik dat hij wist dat er in zijn buurt een indoor duikcentrum zou opengaan met meer dan 2300 tropische zoetwatervissen, heeft hij zich spontaan gemeld als zijnde mogelijke visverzorger. We hebben daar eigenlijk heel goed over nagedacht, omdat dat toch een bepaalde zorg is dat je op jou neemt. En dat we eigenlijk ook hem absoluut een kans wouden geven, omdat we wel zagen dat het iemand is waar passie van uitstraalde. En dat vinden we zelf ontzettend belangrijk. Beleving, dat is ook iets waar wij willen voor staan. Hij is dan gestart deeltijds, 19 uur, via IBO. Na het beëindigen van zijn IBO is hij overgeschakeld naar 24 uur, omdat we echt tevreden waren en zagen dat dit ook wel iets is dat hij ten eerste aankon en heel graag deed. Dus we wonen daar alle 2 bij. En we staan nu op het punt om zijn contract te verhogen naar 28 uur. We zijn zeer tevreden over de samenwerking met de VDAB en dat eigenlijk op verschillende punten. Enerzijds de begeleiding bij de individuele beroepsopleiding. Tweede, de zoektocht naar geschikt personeel. En ten derde staan zij ons altijd bij met raad en daad als we vragen hebben omtrent werking en de mogelijkheden die er zijn om samen te werken.